Breda Nu. Je weet het meteen. Fotogroep Breda bestaat dit jaar 65 jaar. Om dit te vieren werd in muziekschool Nieuwe Vesten een tentoonstelling geopend door wethouder Marianne de Bie. Nou, hier dat ene project, hè, Ontmoeting met God, hè, dat schilderij van Karel Appel, dat hangt dus aan deze wand. De rest van de ruimte hier, dat hangt allemaal vrij werk. Want zoals ik in het openingswoord al zei, hè, de fotografen van Fotogroep Breda, we werken met projecten, maar ze doen ook een heleboel vrij werk. Daar gaan ze zelf op pad en dat hangt hier allemaal. Er hangt heel veel, want vanmorgen hebben we zelfs mensen werk mee terug moeten geven. En er is nog net niet gevochten om de meter, een meter extra. Dat het allemaal erin past. Ja, het past er allemaal net in. Want hoeveel leden heeft u nu? Wij hebben nu 27 leden, bijna 29. Want er heeft zich vorige week heeft zich iemand aangemeld. En net tijdens de expositie heeft iemand zich ook al aangemeld. Die wil eens komen kijken om met de idee om lid te kunnen worden. Wat is uw thema met uw foto's die hier hangen? Nou, ik ben een paar weken geleden naar een danswedstrijd geweest. Omdat mijn kleindochter op een dansschool zit. En dat is allemaal street dance en urban dance. En ik weet allemaal niet precies hoe het heet. Maar daar ben ik gaan fotograferen. Dat was voor mij de eerste keer dat ik in een theater ging fotograferen. En op zich best moeilijk, want bij zoiets verandert het licht iedere seconde. Dus dat was voor mij best een uitdaging om daar te fotograferen. Nou, uiteindelijk, ik heb daar denk ik 70, 80 foto's gemaakt. En dan ga je thuis kijken op de computer wat er goed gelukt is, wat mooi is geworden, wat boeiende beelden zijn. En ik heb deze 7 beelden die achter mij hangen, die heb ik daar voor uitgezocht. En ik moet zeggen, ik ben er zelf heel erg blij mee. Want ik hoorde u nog zeggen voor het interview dat het onderwerp wapperende haren is. Ja, dat klopt. Ja, ik heb me vooral gefocust op wapperende haren. Ja, dat heb ik... Want dat maakt het extra moeilijk. Ja, dat maakt het extra moeilijk. Maar dat maakt het juist ook wel boeiend natuurlijk. Ja, vind ik. Ja. Tot wanneer kunnen de mensen hier komen kijken? Deze expositie blijft hangen tot 7 april.